Welkom bij Café Weltspets. Mijn naam is Joost Niemeler en ik zit hier met Peter Stuyvenberg, die is mijn gast. En we gaan het hebben over, ja, misschien wel het, of misschien wel, ik denk wel zeker, het belangrijkste onderwerp van deze tijd, waar we eigenlijk bijna niks van horen. En dat is simpelweg een cijfer wat onlangs weer opnieuw werd geüpdate en weer ernstig is geworden van de Verenigde Naties uit een rapport, waarin een demografisch vooruitzicht wordt gegeven over de wereldbevolking. Die zal aan het eind van deze eeuw ongeveer 11 miljard zijn, volgens deze voorspelling. Maar nog veel belangrijker, Afrika zal daarvan de helft uitmaken, misschien iets minder dan de helft. In elk geval zeker 4 miljard, zou zijn de, meer dan 4 miljard is de inschatting. Europa zal terugvallen naar ongeveer 600 miljoen. Dit alles zonder dat er van enige migratie sprake zou zijn. Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar landen als Niger, dat is een heel groot land in de woestijn, waar je bijna niet kunt leven. Daar zullen dan 80 miljoen mensen leven. We zitten dus aan te kijken tegen een enorme demografische ramp, want iets anders kun je het niet noemen, die met een enorme noodgang op ons afkomt. En die gigantische gevolgen kan hebben. Nu ben jij een kenner van Afrika. Je hebt in ieder geval 12 jaar heb je in Zuid-Afrika gewoond. Je hebt deze enorme stapel boeken geschreven, waarvan een deel, het laatste boek, gaat over deze kwestie. Europa en migranten. Maar het gaat eigenlijk over Afrika. Tenminste, in essentie gaat het over Afrika. Je bent ook in andere Afrikaanse landen geweest als ondernemer, neem ik aan. Ik weet niet precies. Journalist. Als journalist, ja. Ja, laat maar gewoon met de vraag, wat komt er op ons af? Allereerst dank Joost dat ik je gast mag zijn. Ik vind het echt heel erg leuk om bij jou aan tafel te zitten. Ja. En dank Café Weltschmerz voor deze opportunity. Wat er op ons afkomt is een locomotief die niet meer te stoppen is. Nee. We kunnen wel zeggen van er komen 4 miljard mensen bij in Afrika en ach, het zal zo vaart niet lopen, maar zo zit het niet in elkaar. De vrouwen, veel vrouwen in Afrika willen gewoon 2 of 3 kinderen hebben. Want als ze geen 2 of 3 kinderen hebben, baren, dan tellen ze als vrouw in het stammenpatroon en in het cultuurpatroon niet mee. Ja, ja. He, dus wil je niet als een paria aan de kant gezet worden, dan moet je die kinderen hebben. Dat begint al te komen op een leeftijd van 27. Dan worden ze erg ongeduldig van ja, maar ik schiet misschien over. Ze krijgen het te horen van de ouders van ja, je moet toch echt eens naar een man zoeken. En die komen met voorbeeld aandragen wat dan een goede partner is. Dat Waarom moet je in Afrika kinderen hebben? Waar zijn de kinderen goed voor? Nou ja, in principe van oudsher, zoveel mogelijk kinderen. Dan gaan de 6, zeg 10 kinderen, dan gaan de 6 dood. Ja. En dan blijven de 4 leven om de ouders later als hun pensioen bereikt hebben van voedsel te voorzien en onderdak te voorzien. Belangrijk, hè? Want dat is een motivatie die we in het Westen helemaal niet meer hebben. Nee, dat hebben we niet meer. Die drive hebben we niet meer, maar dat heb je in Afrika wel. En omdat je in Afrika zeg maar een mixed culture hebt. Aan de ene kant zie je een verwestering en een democratisering. Aan de andere kant heb je nog steeds het tribal gebeuren, het stammengebeuren. Dus in het stammengebeuren wordt het allemaal in stand gehouden. En in de overgang een paar honderd kilometer verderop naar de urbanisatie, naar de grotere steden, wordt het misschien wat meer losgelaten. Ja. En ze zitten nog steeds in die overgangsfase en dat kan best een 30, 40 jaar duren. Als je naar dat patroon kijkt, en ik weet ook wel dat ze hier in het Westen zeggen, ja, maar dan gaan we toch voorbehoefsmiddelen erheen sturen. Maar dat werkt niet als dat tussen je oren zit. Nee. Ja, heel simpel. Dus die 30, 40 jaar zie ik heel weinig veranderen. Vandaar ook dat men uitkomt op die enorme getallen. Ja. Op zich zou dat geen probleem zijn. Dat land is groot genoeg. Afrika is een gigantisch continent met enorm veel mogelijkheden aan landbouw. Dus op zich zou je zeggen, nou, niks aan de hand, er is genoeg te eten. Alleen er zijn 2 zeer kritische infrastructurele problemen. Eén, allereerst is dat er geen energie is. Ja. Geen energie betekent dat je geen
bedrijven, industrieën kan opzetten waar mensen kunnen werken. Dus mm-hmm. men wordt gedwongen om in de landbouw te werken. Er zijn werken. Een paar stuwdammen. En dat is wat ze weer niet willen. Ja. Hè? Men wil graag een hogere baan hebben. Dan gaan ja. ze naar. Dus je krijgt een ontvolking van het platteland richting de grote stad. Die is nu al gaande. Hè? Dat is een enorm proces. Is enorm gaande. Ja. In landen als Nigeria en zo. Enorm. Ja. Het is een enorm. Neem Nigeria, Lagos, 22 miljoen, groeiende naar 30 miljoen. Ja. Het ja. is niet te stoppen. Nee. En het tweede probleem is dat je nu al te maken hebt met een serieuze hoeveelheid werkloosheid. Ja. He, dus jeugdwerkloosheid 50%, naar de ouderen 40%, op sommige plaatsen 90%. Dus je kan je indenken dat als Maar wat je is werkloosheid precies in Afrika? Want daar denk je toch bij iets anders dan bij ons, hè? Werkloosheid in Afrika is grosso modo 50% onder de jeugd. Nee, maar wat betekent het in praktijk? Bedoel ik, wat betekent dat als iemand werkloos is? Wat? Geen bestaan, roven. Mannen gaan vaak roven. Eerst ga je natuurlijk baantjes zoeken als taxichauffeur of brommerchauffeur of schoonmaker. Daarna ga je roven en de vrouwen gaan vaak in de prostitutie of hoereren. Ja, ja. Ja. Maar het is een uitzichtloos bestaan. Je slaapt met 4, 5 man op een matras in een kamertje van 4x4. Ja. Of op straat. Of ja. Je eet even niet. En die, terwijl je in de moderne media dus echt wel gehoord hebt van het moderne Westen. En dan zie je dat schrille contrast van het moderne Westen of Parijs en Londen en de dancings en dit. Dus die mannen zeggen meteen van nou, we willen naar Europa. Ja. Maar dat is niet nieuw. Toen ik in 1987 in Jemen was. Ja. En ik was toen op een boot. Ja. En er parkeerde een vissersboot naast me met 450 man aan boord. En ik sprak ze later. Ik zeg, goh, jullie zitten netjes in de kleden. En waar gaan jullie doen? Zijn jullie een vluchteling? Nee, we zijn geen vluchteling. Maar een beetje wel. We zijn Somalië ontvlucht. Maar we gaan naar Europa. Ja. Ik zeg, waarom? En waar? Naar Nederland. Ik zeg, maar ken je Nederland? Nee, kennen we niet. Dus ze wisten niet dat jij uit Nederland kwam? Ja. Dat heb ik wel. Ook verteld. Ja. Ik zeg, weet je wel, heb je meer warme kleren aan? Dat was toen december. Nee, dat hebben we niet. Ik zeg, het regent daar, het is er koud. Oh, is het regent? Nou, dat maakt niet uit. We vinden daar wel wat. Jullie zorgen altijd wel voor ons. Hm. Dat was in 1987. Ja. Ja, en er is eigenlijk niet veel veranderd. Men wist toen al dat Europa en met name West-Europa het manna der aarde was. Ja. En dat weet men nu nog. Ja. Dus komt er nou een probleem, pak je spullen. Ook al moet je lopen, al moet je wandelen. Zolang je kan lopen, want anders heb je kans dat je helemaal ten onder gaat mm-hmm. in die armoede en niemand wil dat. Ja. Menselijk, niemand wil dat. Ja. Ja. Dus dat ja, op zich is het natuurlijk ook een probleem dat er 4 miljard mensen zijn. Ook al hebben die 4 miljard mensen te eten en hebben ze een bestaan. Dat is op zich voor onze aarde ook al een gigantisch probleem. Ja, een enorme belasting. En ik maak me soms een beetje zorgen erover dat. En dan wijs ik weer naar de Europese politici en naar de vroegere koloniale overheersers. Engeland, Duitsland en Frankrijk. Dat men onvoldoende aandacht besteed heeft aan zeg maar, het netjes achterlaten van de landen. Mm-hmm. Zonder een bewustzijnsproces bij de bevolking te brengen. Mm-hmm. Zonder voldoende educatie te brengen. Zonder hen voor te bereiden op een wereld waarbij je gewoon minder grondstoffen krijgt of duurder grondstoffen. Dus ja, men heeft in die periodes prima infrastructuur aangelegd, maar men heeft ook vergeten te leren hoe die infrastructuur te onderhouden. Ja. Dus vandaar dat je nauwelijks energie aantreft en geen, laat ik zeggen, netwerk. Ja. Het was er wel, maar als je niet de mensen traint en leert hoe het te onderhouden en te updaten en je trekt weg met je boeltje en je geeft nog een 10 miljard na, ja, dan komt er niet veel van terecht. En dat is het plaatje wat eigenlijk over al die, of veel Afrikaanse landen ziet gebeuren. Mm-hmm. Of het nu Niger is, of alleen Algerije is een mm-hmm. positief voorbeeld. Ja, ja. Maar in veel landen zie je dit. Wat gebeurt er goed in Algerije? Ik vind dat in Algerije, we zijn toen doorheen getrokken toen de burgeroorlog op zijn hoogst was. Ja, oké. Okay. En dat. Je dus durft wel. Ja, ach, weet je. Ik dacht eigenlijk dat het al een beetje over was, maar toen bleek dat het precies op het toppunt van de burgeroorlog was.
Dus er werden overal om ons heen gevonden. We hadden altijd bewakers bij ons. En we moesten met karavanen mee en dat soort dingen meer. Ja, ja. Maar wat je ziet is een regering die toch redelijk vastberaden was om voldoende democratische principes neer te leggen. Om voldoende economische groei neer te zetten. Maar het cultuurgedrag van de Algerijn is ook totaal anders dan in Sub-Sahara. Ja. Daar is meer de wil ook om dingen te produceren en te maken. Ja. Dus een voorbeeld te noemen, onder een groot deel van Algerije heb je een groot onderwater, zoetwaterreservoir. Ja. Je boort 10 meter en je komt er meestal wel op uit. Hm. Wat de regering doet, die geeft gewoon aan een dorpje, bijvoorbeeld 100 hectare. Mm-hmm. Die brengt er elektriciteit heen, ook tappunten en een basis. Mm-hmm. En zegt, nou, nu kunnen jullie als nodig is zaden voor landbouw. Mm-hmm. En iedereen begint daar een volkstuintje. Mm-hmm. Dus er is veel meer gedrevenheid om er wat van te maken. En dat stukje gedrevenheid. Maar er is ook een planningsvermogen om vooruit te zien. Men kan plannen, men kan rekenen, men kan zien. Mm-hmm. En dat vermogen dat mis je in feite in veel Afrikaanse landen, ook door de corruptie. Ja. Want neem Nigeria, daar is een tweede economie. De eerste economie is je werkt en je krijgt geld. Ja. De tweede economie, je werkt niet, maar je krijgt toch geld. Ja. Dus jij geeft het aan mij. Ja. Dat is een normale zaak. Jij geeft het aan mij. Ja. En anders pak ik het wel van je. Dus er zitten heel veel gedachtes daarbij die jammer genoeg niet leiden tot een duurzame samenleving en een duurzame staat. Mm-hmm. Wij in Europa echter denken met onze Europese principes, gedachten, waardenormen. En we projecteren dat als zelfsprekend op een ander land. En dat gaat niet meer op. Ja. Dus wij denken van, nou ja, die mensen blijven er wel. Nee, die blijven er niet. Oké, we geven 1 miljard euro aan pak een beet Niger. Mm-hmm. En die zal dan wel de immigratie stoppen. Nee, natuurlijk niet, want het gaat hier en hier in. Die 1 miljard, het is toch een lardje. 1 miljard euro wordt aan Niger gegeven. Hoeveel Afrikanen zijn de afgelopen 2-3 weken Italië binnengekomen? Ja. 10.000? Ja. Oh, dat werkt dan fantastisch. Zeg. Ja. Laten we nog maar 1 miljard aan meedoen. Ja. Iedereen ligt dubbel van het lachen. Dat gaat in de vestzak hier, broekzak daar. Dus wij moeten eens leren om het westerse over... Het enige wat er wordt geleerd, van kennelijk is daar veel geld. Laten we daar maar heen gaan waar het geld is. Ja. 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 Dus wat je doet als je als corrupte regering een beetje handig aanpakt, dan laat je er af en toe weer 10.000 doorgaan. Nou, dan komt er nog een miljardje binnen. Ja. Ja, dat is interessant. Maar duurzaam is het... Ja, dat beseft men vaak hier helemaal niet, dat emigratie een winstmodel is voor de landen die dat doen. Ik bedoel, iedereen verdient eraan. Marokko krijgt geloof ik per jaar 8 of 9 miljard gewoon binnen vanwege de emigratie. Ja. Turkije nog veel meer, denk ik. Dus en iedereen, nou ja, Turkije heb je zelf bijgestaan ja. hoe dat behandeld wordt. Ja. En je geeft Turkije daarmee een enorme sleutel om, Europa op de knieën te dringen als het niet gebeurt zoals ze zeggen. Ja. Dus ik moet nog maar zien hoe die migratiedeal uitpakt. Maar ik vind Turkije in dit opzicht ook niet zo met die oorlogen in Syrië en Irak interessant. Want een oorlog houdt op een gegeven moment op te bestaan. Mm-hmm. Het zij we geven geen wapens meer, wat we waarschijnlijk niet zullen doen. Ja. Maar die bevolkingsgroei houdt niet op morgen te bestaan. Nou, dat is het grote verschil. Nou, je geeft ook wel aan van in Afrika is eigenlijk een soort, zeker in het gebied vlak onder en in de Sahara, is eigenlijk sprake van een continue staat van oorlog geworden. Hè? Van een soort diffuse, doorgaande situatie van waar in de ene kant de lijnen lopen tussen zeg maar het moslimgebied en het christelijke gebied of het animistische gebied. Ja. Dat is eigenlijk een diffuse geweldssituatie ontstaan. Niet ontstaan. Het elkaar op de kop timmeren, handjes afhakken, dat bestaat al heel lang. Mm-hmm. Vanuit een tribal overleving. Dus als er een verkiezing is en de ene stam wil niet dat de andere stam zijn stem uitbrengt, dan ga je op bezoek en dan hak je de handjes af. Ja, ja. En dan kunnen ze geen handtekening zetten of een hokje rood maken. Dus dit is niet nieuw. Nee, voor ons is het nieuw, omdat wij op de een of andere manier er zijn naar zijn gaan kijken. Mm-hmm. Maar het geweld is altijd in Afrika geweest, in alle toonaarden. Neem Zuid-Afrika, waar
per jaar, al over de jaren heen, 20.000 mensen vermoord worden. Eén op de vier vrouwen verkracht en op dit moment zo'n 2.500 witte boeren. Ja. Ik bedoel, dat is niet van gisteren, dat bestaat al jaren. Ja. Alleen op het moment dat je dat aanbreekt, en zeker de media spreken niet over, want het is toch een goed partnerland van Nederland en er zijn goede bilaterale betrekkingen. En dan ga je dus je partner in die bilaterale betrekkingen toch niet aanspreken op dat soort dingen. Ja. Dus dan zwijgen er maar over en de media pakken het ook. Maar het bestaat wel. Mm-hmm. En nu in Zuid-Afrika krijg je dat ook naar een beetje wat ik noem een omgekeerde racisme, omgekeerde discriminatie. Ja. Want de Zuid-Afrikanen zijn helemaal niet dol op de blanken. Die zeggen, nou, het land is van ons. Jan van Riebeek had nooit hier mogen landen. Mm-hmm. En iedereen die een beetje op Jan van Riebeek lijkt, die moet of zijn land inleveren, mm-hmm. of die moet maar vertrekken. Ja. Dat is de status quo. Ja. En daar staan we vaak een beetje stil. Want wij zeggen, oh, wat arm, wat zielig. Oké, hoe kunnen we het helpen? Maar terwijl ik begrijp dat het grootste deel van de belastingen juist van die blanken komt. Hè? Van de werkende bevolking betaalt 5% belasting. Dat is meestal de bedrijven en de blanken. Ja. Ja. En die blanken die worden het af en toe ook wel een beetje zuur. Maar vergeet niet, ondergronds gebeurt er een hoop. Ook de blanken hebben een militia en dat soort dingen meer. En ik heb soms de indruk dat er maar weinig hoeft te gebeuren of inderdaad de vonk ontsteekt daar. Mm-hmm. En zeker, als ik dat even kan schetsen. Ja. Je hebt nu, dit is actueel nu. Ja. Het steenkolencontract van Oppenheimer loopt af. Nou, Oppenheimer is gelijk aan de Anglo-American die genoteerd staat op de beurs in Londen. Die is van, heel vreemd, van de beurs van Johannesburg naar Londen gaan. Mm-hmm. Dus dat was een manier voor Oppenheimer om triljoenen dollars het land uit te sluizen. Ja, ja. Dus Oppenheimer staat natuurlijk gemarkeerd als die man, die moeten we zijn geld afpakken. Ja. Nou, is die man zo ontzettend rijk en machtig. Hij is ook een vriendje van de Rothschilds. En van de Rupert Murdoch en dat soort mensen. Ja, ja. Dus die heeft zoveel geld. Nu gaat dat steenkolencontract van 40 jaar gaat opnieuw in een biddingsproces. Mm-hmm. Dat betekent, het wordt openbaar aanbesteed. Mm-hmm. Daar kan jij ook op bieden. Kan ik ook op bieden. Alleen je moet wel hele diepe zakken hebben. Want al die mijnen hebben instrumenten nodig en dit en dat. Om daarop te kunnen bieden. Mm-hmm. Er is miljonairs bij elkaar in Afrika, hebben niet de centen ervoor. En de staat, die ook niet het geld heeft, mag het niet eens aan besteden, want je kan je belastinggeld niet aan die onderneming doen. Mm-hmm. Dus de huidige president Zuma heeft een deal gesloten met de Gupta's, dat is een rijke familie uit India. Ja. En zegt, nou, jullie moeten dat maar, jullie hebben wel die diepe zakken, dus als jullie nou een beetje het geld opbieden. Mm-hmm. Gevolg in dat proces is dat weer een groot gedeelte van de regering in Zuid-Afrika vreselijk corrupt geworden is. Waarom? Oppenheimer denkt van, ja, wacht eens even, als dit op me af gaat komen, ik kan jou alleen maar bij de staart nemen als ik zorg dat je corrupte deals maakt. Ja. Dus ik ga je verleiden tot fraude en corruptie. Dan heb ik het lekker opgetekend en het begon met de wapendeal. Dan heb ik het lekker opgetekend en dan kan ik jou later een beetje aan de lijn houden. Dan ontspoor je niet al te veel. Mm-hmm. Dit is een gevecht dat in volle gang gaat, want de regering heeft gezegd, nee, we gaan niet in op deze chantage. Mm-hmm. Nu is er geld gestort op de rekening van Julius Malema, hoe is de leider van de Freedom Fighters, de Economic Freedom Fighters. En die heeft toch zo'n 8 miljoen mensen achter zich. En die zeggen, kill de boer, die zeggen, neem de blanke zijn land af, weg met de wijnboeren in de Western Cape en dat soort dingen meer. Die geeft deze man nu geld in de hoop dat hij een beetje meer chaos kan creëren. Oh. In de hoop dat in die chaos hij als winnaar tevoorschijn kan komen. Mm. Nou, dit is weer zo'n typisch voorbeeld van een land dat op de grond staat, aan de rand staat, om echt naar een junk status af te. Mm-hmm. Dus de Moody's en de Standard & Poor's, die hebben al gezegd, nou, je bent een junk status land geworden. Dat betekent dat het lenen veel duurder gaat worden en ook het onderhoud en je levensonderhoud duurder gaat worden. Maar het betekent ook dat de rand, die nu dus 13 rand tegen de dollar is, dat die zal devalueren naar, zoals nu voorspeld, in een aantal jaren van 22 tegen de dollar. Ja. Dus wat we zien is dat een land wat ogenschijnlijk dus een waanzinnige infrastructuur heeft en enorme rijkstoffen, toch weer onder druk van
oud-Engels kolonialisten, want dat is het in feite, toch weer een beetje aan de bedelstaf komt. Ja. En dit is niet goed, want het betekent alleen maar als het in een land als Zuid-Afrika al een dergelijk toekomstbeeld geschapen kan worden. Wat moet ik dan wel niet denken van Benin, Ghana, Togo, Cameroen, ja. Nigeria, ja. Congo, Niger, ja. Die het bij lange na niet halen bij de kwaliteit en de enorme goede infrastructuur die in Zuid-Afrika is. Ja. Dus ook daar, wat een democratisch stabiel land is, waarvan ik het minst verwachtte, daar ben ik er ook gewoon. Ik woon er 12 jaar, ik heb 3 jaar in Nigeria gewerkt, maar ik ga nu weg. Mm-hmm. Ik zie de stabiliteit zie ik verschuiven. Wat deed je daar in Zuid-Afrika? Wat zeg je? Wat deed je in Zuid-Afrika? Ik was eigenlijk op doorreis, het klinkt een beetje vreemd misschien, maar ik was op doorreis naar het eiland Hawaii, omdat mijn partner is een World Cup surfer en die wilde daar verder surfen. Toen wij daar aankwamen, toen zei ze, nou, de wind komt van de goede kant. Ik wil hier 2 wereldrecords hebben. 1 op de 500 meter en een nautical mile. Mm-hmm. Die heeft ze gehaald. Daarom zijn we er ook gebleven. En toen werd ik gevraagd vanwege mijn Nederlandse afkomst of ik industriële ontwikkeling tot stand kon brengen in een bepaald gebied. Ja. Zeg maar een industrial development zone opbouwen met behulp van West-Europese regeringen en top in het bedrijfsleven. Nou, dat heb ik tot stand gebracht. Mm-hmm. En dat is eigenlijk waarom ik daar gebleven ben. En van het een rolde ik in het ander. Ja, en nu is het ongeveer tijd om te zeggen, nee, genoeg is genoeg. Mm-hmm. Nou, je hebt daar goed geld verdiend? Of, Nou, niet echt. Mm. Ik doe het niet altijd voor het geld. Het is meer de kwaliteit van het leven wat ik nastreef. Mm. En als ik voldoende kan eten, dan is het prima. En als ik mijn levensstijl erop na kan houden, is het goed. Ja. Maar van boekjes schrijven word je ook niet rijk. Nou, nee. dat weet je van mee te praten. Nee. Dus het is meer de challenge, de uitdaging, de opportunity. Een nieuwe omgeving waarin je jezelf trikkelt om toch weer te presteren. Want blijkbaar hebben we dat toch ergens in, is om ergens te presteren. En dingen op te bouwen. Ja. Dat is een heel boeiend proces. Vooral je werkte daar ook met zwarte Afrikanen? Ja, natuurlijk. Wat was je ervaring daarmee? Kijk. In Afrika wordt alles bij de naam genoemd. Dus je hebt de triple B, dat betekent Broad-Based Black Economic Empowerment. Als je daar een formuliertje moet invullen, want ja, als je een triple B company bent voor, laat ik zeggen, 51%, dat betekent als je dus een openbare bidding doet op een aanbesteding wat van de regering komt, dus van de overheid komt, dan heb je een aantal preferentiepunten, dat kan oplopen tot 20%. Met andere woorden, je hebt altijd 20% voorsprong op een ander bedrijf wat het niet heeft. En meestal zijn dat blanke bedrijven. Dus zo worden de zwarte bedrijven. Maar als je het formulier invult, dan staat ook waar bestaat uw triple BE company. Wie zijn de shareholders? Nou, dan heb je black, white, colored, disabled, female. Dat vul je in. Wij durven het hier niet eens meer te zeggen, want dan zeg je zwart. Maar daar staat het gewoon op het formulier. Dan vul je in, ik heb 5 zwarte, ik heb 1 disabled, of 1 vrouw, of 1 Indian, et cetera. Ja. En dat ik geloof dat Chinezen gelden als kleurlingen? Nee, als zwart. Als zwart, ja. Die hebben dat via een rechtszaak bedongen, geloof ik, hè? Ik weet niet hoe dat ging. Ik heb dat wel eens gehoord, ik zat er verbaasd van te kijken, maar Chinezen zijn zwart. Dat zijn Chinees meer. Maar dus, dat is dus, even voor goed begrip, want dat begrijpen we in Nederland niet, dat is een voordeel als je zwart bent. Nou ja, dan heb je natuurlijk een groot voordeel, want de zwarten die zijn de eigenaar van het land. Ja. Ja. En of je daar nog geboren bent of je bent een brother. Mm-hmm. Dus je hebt natuurlijk autochtone, lokale zwarte mensen, neem de Zulus. Mm-hmm. Maar als er dan 8 miljoen, wat gebeurd is over de afgelopen jaren, aan migranten, economische migranten uit andere gebieden bijkomen, van Congo tot Nigeria enzovoort, dan zijn dat de brothers, dat zijn de broers. Ja, en die krijgen dan al snel gauw een verblijfsvergunning en een status en een werkvergunning en dat. En die tellen als gelijke mee. Okay. En dat is, heeft de regering altijd gezegd, wij zijn hier voor onze zwarte broeders, om die te upliften, om die naar een hoger niveau te brengen. Dus het is gewoon een apartheidssysteem, maar dan met andere regels, want het komt op hetzelfde neer. In feite wel, maar het apartheidssysteem wat in 1994 verlaten was, daarvan zeggen nu veel
kleurlingen, zwarte, Indiën, dat men een beter leven had, een betere infrastructuur had, een beter wegennet had, betere behuizing had dan wat het nu geworden is. Ja, ja. En dat komt ook, eigenlijk is Zuid-Afrika een heel mooi voorbeeld wat mogelijk ook Europa kan staan te wachten. Mm-hmm. Er zijn 8 miljoen mensen binnengekomen over de afgelopen, pak een beet, 9 jaar. Ja. Die 8 miljoen die hebben geen deel kunnen nemen aan de economische ontwikkeling van het land. Ja. Die zijn veelal in hele uitgebreide Czech-wijken van die ghetto's terechtgekomen. Je hebt ghetto's waar 100, 150.000 man leven. Hoe ziet zo'n ghetto eruit? Dat is een bij elkaar geraapt hout met een golfijzeren platen dakje erop met wat doeken die je van de straat hebt en daar leef je dan. Dan komt de overheid, die sluit dan 40, 50 van die toiletten op een rij aan. Dat zijn allemaal van die toiletten die weer wekelijks opgehaald en gelegen worden. Mm-hmm. Die zetten een paar lokale tappunten in en daar begint dan het leven. Mm-hmm. Hè? Puur in de ghetto. Deze mensen hebben nooit echt aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Omdat er niet zoveel werk was. Mm-hmm. De werkloosheid is daar onder de jongeren ook 50%, ja, en onder de ouderen ook 40%. Ja, ja. Dus dat is nog steeds een enorme belasting voor de overheid om dat aan te kunnen. En je ziet ook dat men kan niet zoveel, laat ik zeggen, kleine woningjes bouwen om die mensen fatsoenlijk te behuizen. Want ja, als je er nou 10.000 deze maand bouwt, dan kan je de volgende maand 20.000 bouwen. Oh, ja. En op een gegeven moment houdt ook de kapitale draagkracht van de staat op om het te doen. Ja. Of de hoeveelheid grond om dat te bouwen houdt op te doen. Zo, waar ik leef in. Maar er is nog geen hongersnood of zoiets? Het begint er langzaam maar zeker op te lijken dat veel mensen eigenlijk geen geld meer hebben om voedsel te kopen. Hmm. Die grens beginnen we te benaderen. En dat is een zeer ernstige grens. Hoe de overheid daar weer mee om zal gaan, dat is door de mensen dingen te beloven die maar de vraag is op het moment waar kan maken. Bijvoorbeeld, jullie krijgen het land. Dan kan je zelf je eten gaan verbouwen. En iedereen denkt van nou, dan pak ik 800 of 500 hectare van de boer. En we gaan er met 500 man wonen. We hebben allemaal een tuintje, we hebben de tractor. En met andere woorden, het wordt afgepakt van een blanke boer en wordt gegeven aan zwarte. Ja, een vriend van mij woont in de Noordwest-provincie. Hij is boer, hij heeft 800 hectare land. Een schuld van 23 miljoen rand, wat ongeveer neerkomt op een 1,9 miljoen euro. Mm-hmm. Die hoopt dolgraag dat het land van hem wordt afgenomen. Mm-hmm. Dan is hij van die schuld af. Oh, ja. Hij hoopt wel dat de staat dan die schuld inlost. Ja, ja. En dat hij dan aangenomen kan worden op een consultancydienst om die mensen te leren hoe met de apparatuur om te gaan. Ja, ja. Maar het is dezelfde man waar wij een keer kwamen toen een huisje verderop, of eigenlijk een boerderij verderop. Verderop is dan 2-3 kilometer. De eigenaren waren afgeslacht in de nacht. Hmm. Echt alle ledematen afgehakt. Tong eruit, oren eraf, geslachtsdelen eraf. En dat wordt dan door de buren gevonden. Die halen dan de politie erbij en de politie komt niet. Hmm. En dat is weer de andere kant van het verhaal. Hmm. Dus je ziet dat er enorm veel stress in die maatschappij is. Ja. Deels is dat omdat er niet de economische winst behaald is die men had gedacht te behalen. Zeg maar de economische vooruitgang. Alle groeicijfers zijn hier uitgekomen van 6-7%. Dat is net een magere 1,3 geworden, als het niet verder kan. Dan blijkt dat de werkgelegenheid is onvoldoende toegenomen. Met daarnaast een enorme hoeveelheid meer migratie. Dus meer druk op die werkgelegenheid. En je ziet dat de regering onder die stress het niet kan volhouden. Nou, en dat vind ik een typisch voorbeeld waar Europa maar eens goed naar moet kijken, hoe het helemaal fout kan gaan. Ja, ja. Ja, want we trekken inderdaad de vergelijking. Nou noem je in je boek ook een ander aspect waar over het algemeen niet meer zo openlijk over wordt gesproken. En dat is namelijk het IQ-verschil. Ja. Je haalt inderdaad een aantal onderzoeken aan, waaronder Richard Lynn, die heeft daar een uitvoerig enorm onderzoek
verscheen een aantal boekdelen, dat heet IQ and the Wealth of Nations. Met andere woorden, er is volgens hem een directe relatie. Hij heeft het niet direct over een causale relatie, maar hij zegt, een ingewikkeld verhaal, is een relatie tussen het IQ van een land, het gemiddelde IQ van een land en de welvaart van dat land. En ook eigenlijk, er is ook onderzoek naar over het bestaan van democratie. Want er zijn mensen die zeggen van, om een democratie te kunnen handhaven, heb je gemiddeld een IQ nodig van, ik denk meer dan 85, zoiets. Het gemiddelde IQ in de wereld is ongeveer 90, dus geen 100. Veel mensen denken 100, maar het is niet zo. Het is 90. Het is in het Westen zo'n beetje tegen de 100 aan, niet iets lager eigenlijk. In Afrika ligt het zo tussen de 60 en de 70 in. Nou, ietsje hoger, ik zou zeggen tussen de 68 en de 80. Oké. Ja, het is maar afhankelijk hoe je het neemt natuurlijk. Maar als je dus kijkt bij bepaalde groepen, om dan maar helemaal naar de onderkant te zitten, bijvoorbeeld pygmeeën, bosjesmannen, dan zit je in de 65, 60 misschien. Zo. En hoe noordelijker je komt, hoe hoger het wordt gemiddeld. Dat is natuurlijk, kijk, iemand met een IQ van 70 of zelfs 80, die zit in het Westen tegen de zwakzinnigheid aan. Hè? Dus daarvan zeggen we eigenlijk, die kan helemaal niet functioneren meer in de maatschappij. Dan moet je goed begrijpen natuurlijk dat je met zo'n laag IQ in Afrika heel goed kan functioneren, omdat de maatschappij hele andere eisen aan je stelt. Daar kun je natuurlijk je twijfels bij zetten. Maar wil je die maatschappij op een hoger niveau trekken, dan heb je toch op zijn minst een redelijk, kijk, dat gemiddelde, dat trek je heel moeilijk omhoog. Dat is wel iets omhoog te trekken door middel van voedsel. Voor en na de geboorte, als je die in periode beter voedsel krijgt, dan kun je dat IQ wel een beetje omhoog krijgen. Maar de genetische factor is toch heel sterk. Met andere woorden, dit is dus een probleem. Wij zeggen in het Westen van integratie, scholing enzovoort enzovoort, dan komt het allemaal wel goed, want alle mensen zijn in principe gelijk. Maar op dit punt zijn mensen dus niet gelijk en op een of andere manier willen we daar niet aan. Ik vond het heel moedig en ook terecht van je dat je dat in je boek als een punt aanhaalt. En ook, je haalt er ook een beetje aan van, wat moet ik hier eigenlijk mee? Want het is een bijzonder belastend feit eigenlijk. Ja, het is ik ben blij dat je het aanstipt. Het is een heel boeiend onderwerp en ik wil eerst dat even in de duidelijkheid neerzetten, het begrip IQ. Toen ik op de zesde klas van de lagere school zat, hadden wij een toetsingsonderzoek. Ja. En dan werd gekeken. CITO heet dat. Ja, klassikaal. Ja. Werd gekeken of je goed was voor de ambachtsschool. Dat heette toen ambachtsschool, geen technisch school. De huizenschool voor de meisjes. Dit is toch Fort CITO? CITO. Ja. MULO. Ja. Ja. MAVO. En misschien HBS. Ja. Gymnasium. Dus dat vulde je in. Mm-hmm. En dan besloten de leraren eerst waar je in welke klasse je hoorde. Mm-hmm. Qua intelligentie. Mm-hmm. Qua intellectuele capaciteit. Ja. En dan werd het met de ouders overlegd. En de ouders die waren het meestal mee eens. Want de meeste toen had nog aanzien. Ja, ja. En als hij erover nadacht en zo, dan enzovoort. Ja. Dus ik ben terechtgekomen in HBS. En andere mensen kwamen terecht in iets anders. Wij hebben toen in die periode helemaal volledig geaccepteerd dat mensen van elkaar verschillen. Mm-hmm. In intellectuele capaciteit. En je kan het ook anders zien. Als dat niet het geval was, dan zouden we nu allemaal of een Einstein zijn, of een Mozart, of enzovoort. Of een stratenmaker. Of een stratenmaker, ja. Ja. Maar het verhaal wat je nu krijgt, dat is het verschuiving van de identiteit van IQ. Namelijk, je omgeving bepaalt wat het is. Ja, omgeving bepaalt inderdaad wat je eventueel kan uitkomen. Want als je geen school hebt, dan kan je ook niet leren. Ja. Dus dat is heel duidelijk, dat is je omgevingsfactor. Maar als het ook niet een bepaalde aanleg heeft, mm-hmm, dan lukt dat ook niet. Nee. En dan zak je naar iedere klas. Nee. Dus het wordt eens tijd. En bovendien is die omgeving is voor een deel ook weer aanleg. Want jouw ouders zijn ook jouw omgeving. Precies. Nou, en het wordt eens tijd dat we gewoon het beestje bij het naampje gaan noemen.
en niet politiek correct zijn. Ja? En dat we net doen als in George Orwell 1984... dat we een nieuwe nieuwspraak in gaan introduceren... of een nieuwe kwaaktaal gaan introduceren. Ik denk dat het tijd wordt dat we weer eens te durven te denken... en durven te spreken. Ja. Hè? Zonder direct in een woedende, een boze dialoog te komen. Mm-hmm. Of zonder gerangschikt te worden in een bepaald kamp. Ja. Nou, als ik even dit als uitgangspunt neem, dan is het ook ergens niet verwonderlijk dat een West-Europa, dat zich vanaf de middeleeuwen goed de tijd heeft gegeven om zich te kunnen ontwikkelen, ook door de twee wereldoorlogen, wat tenslotte ook bijgedragen heeft tot een behoorlijke industrialisatie van West-Europa, dat heeft geleid tot mensen die besloten veel meer te leren, veel meer kennis toe te nemen enzovoort. Mm-hmm. Maar dat proces is in Afrika nog niet aan de gang. Nee. De oorlogen zijn er wel. Maar het proces om te industrialiseren, het proces om te leren, maar op een redelijk hoog niveau, dat is nog niet aan de gang. Ja, vooral om te kunnen abstraheren. Hè? En dat vooral is, om te kunnen abstraheren. Daar gaat IQ over. Ja. Ja. En wat je nu ook ziet, ik heb net Zuid-Afrika aangehaald. Daar heb je om het verschil tussen blank en wit recht te trekken, denk aan de anti-apartheid, als zwarte of gekleurde mensen naar de universiteit gaan, dan krijgen ze een puntenvoorsprong. Mm. Wij maken beide een toets, ik ben zwart en jij bent blank, ik heb 10 punten voorsprong op die toets. Ja. Ja. Dus ik word sneller toegelaten dan jou. Ja. Ja. En dit is allemaal wettelijk geregeld. Het wordt allemaal geregeld, want je moet vooral zorgen dat op de universiteiten dat de verhouding tussen oorspronkelijke bevolking en blanke bevolking, wat net zo oorspronkelijk is als de zwarte of de Indiaanse bevolking, dat het niet verstoord wordt. Ja. Dus dat wordt doorgedreven in de sport, rugby. Hè, daar moeten veel meer zwarte mensen in. Okay. Wordt doorgedreven. Dat zal niet zo'n probleem zijn, denk ik. Nou, het was een behoorlijke... Rugby was echt zo'n boerensport. Ah, okay. Hè, waar, maar nu heel gelukkig enzovoort. Ja. Maar je ziet dat die mixing nu komt. Ja. Als je kijkt naar het IQ-verschil en je ziet dat daar stammen zijn die weliswaar migreren, waarvan de kinderen migreren naar de stad, die nauwelijks onderwijs gehad hebben, dan moet je daar ook geen wonderen van verwachten in wat uiteindelijk die kinderen tot stand kunnen brengen. Ja. Bovendien was het niveau geen industrialisatie, want er is geen energie. Nee. Energie heb je. Goedkope energie heb je nodig om te industrialiseren. Ja. Dus dat proces. Maar als je zegt niet industrialiseren, wat een moeilijk woord, niet industrialiseren, dat betekent automatisch, je hebt geen engineeringbureaus. Nee. Je hebt geen high-tech gebouwmensen. Je hebt geen machinemensen. Je hebt dit niet en dat niet. Dus heel veel wat een technische hogeschool zou moeten leveren, is er niet. Mm-hmm. Maar er is ook geen vraag naar. Nee. Dus het gevolg is dat je minder scholingen hebt waar ambachtsmensen worden geleerd hout te bewerken of te lassen of computers te repareren in de IT-sector. Want er is geen plaatsing voor. Nee. Omdat die industrie er niet is. Nee. Nou, stel je voor dat die er wel was, zoals bij ons, dan krijg je een vraag. Dan moeten mensen opgeleid worden, ondernemers nemen mensen aan, die krijgen scholing en dit en dat. En het hele niveau gaat omhoog. Ja. Dus ik denk dat het gebrek aan energie en duurzaamheid en critical infrastructure, kritische infrastructuur, dat er een beetje toe leidt dat er een achterstand is. Ja. Vandaar ook dat je een verschil in intelligentie hebt, dat sowieso. Maar vandaar dat Europa zich waarschijnlijk iets beter en sneller heeft kunnen ontwikkelen dan het Afrika van nu. Het zou me niks verwonderen als je kijkt over 50 jaar, dat het intelligentieniveau, mits we daar het gereedschap heen brengen, dat je mensen kunnen leren en er ook in werken, dat je dat omhoog ziet gaan. Maar vandaar ook dat de universiteiten in Afrika, maar ook in Syrië en zo, niet in de 1000, top 1000 voorkomen. Syrië zit pas de beste universiteit, ik geloof, van Damascus zit op 4136. En de universiteiten 3 of 4 in Nigeria zit op 2000 zoveel. Ja, en zelfs Algerije zit op een hogere plaats. En zelfs een eilandje als de Grenadine in de Carib zit op een hogere plaats. Maar kijk je naar de top 500, dan is het Europa, Amerika, Japan, China en dan houdt het verhaal op. Ja. Ik geloof Zuid-Afrika heeft er nog 2 universiteiten in zitten. Waarom noem ik dat?
Omdat een universiteit die lager geplaatst is, die heeft gewoon geen topprofessoren. Nee. Want die topprofessoren, als ze vreselijk goed zijn, willen ze op Harvard zitten. Ja. Of ergens anders, of ja. Oxford, en noem het op. Dus je hebt altijd wat mensen die minder in kennis zijn, die je aantrekt. Dus je krijgt automatisch studenten die ook op een minder niveau zitten. Nou hebben wij hier in Nederland gezegd, ja, als we allemaal migranten binnenkrijgen, dan hebben ze universiteiten, dus ze hebben hetzelfde kennisniveau. Nou, dat kan je meteen vergeten. Dat hebben ze dus niet. Nee. Nou, en de Duitse economen zeggen. Dus een chirurg uit Nigeria zal hier nooit aan het werk kunnen? Moeilijk. Tenzij we er dramatisch aan bijscholing gaan doen. En dan moet die persoon voldoende wiskunde in zich hebben, want dat is een groot probleem. De kwaliteit van de wiskunde in Afrika. We zien dat overal. Wiskunde heb je nodig of rekenen heb je nodig als je in tal van beroepen werkt. En door het gebrek aan wiskunde en het gebrek aan inzicht in rekenen, zie je dat op een aantal fronten die mensen niet kunnen bijkomen. Dus de eerste bijscholing is ook een toetsing in wiskunde en rekenen. Maar in feite zou je, wat vroeger, op, heel vroeger, ook in mijn leven, op de zesde klas een toetsing. Hier zou je ook een toetsing moeten hebben. Mm-hmm. En heel veel mensen zijn misschien waanzinnig goed geschikt voor bakkerij of voor veehouder. Ja. Nou ja, voor het is natuurlijk van levensnoodzaak, ook voor Afrika, om die talenten die er zijn, ook al komen die uit het armste gezinnen, zo snel mogelijk uit te vissen. Oh, vreselijk belangrijk. Je moet heel snel beginnen. Dat is waar binnen Amerika voelt heel goed in is. Ja, vreselijk belangrijk. Ja. Maar ook belangrijk is wat je noemde. Kijk, een advocaat zit zo'n beetje aan het IQ van, ik dacht van rond de 90, 92. Mm-hmm. En een dokter moet tegen een arts tegen de 100 zitten. Nou, nu heb je mensen die best goede artsen en advocaten zijn, maar die gaan weer migreren. Ja. Die gaan naar het buitenland. Ja. He, die gaan naar Australië of Amerika, omdat men betere levensomstandigheden wil hebben voor het gezin en de kinderen. Ja. Dus als die mensen nou, die al zeg maar leidend zijn in de intelligentsia in zo'n land, er zouden blijven en meer hun schouders eronder zouden willen zetten om er wat van te maken. Dus ik heb ook met afgrijzen gezien dat er dan gezegd wordt, ja, onder de Syrische vluchtelingen zijn honderden artsen. Dan denk je, je moet in dat land zitten, je hoort hier. Die hadden per direct door de Europese Unie teruggestuurd moeten worden. Zeggen van, hoor eens, we geven je voldoende bescherming. Je gaat maar in een tentenkamp in Jordanië zitten. En zodra die oorlog afgelopen is, dan ben jij als het eerste erin gaat. Ja. Die hadden hier nooit mogen komen. Nee. En hier kan men niet functioneren, omdat men de Nederlandse taal niet spreekt. Men begrijpt niet dat het hier pijn doet en daar zeer doet. Ja. Ze snappen de medicijnen niet helemaal goed. Wij hebben medicijnen die gerangschikt worden op de werkende stof. En zij rangschikken het nog deels op merknaam. Ja, ja. Oh, wat heb je? Dat. Ik weet nog, ik ben bij mijn huisarts geweest nu over een medische check. Ja. Ik zeg, nou, ik heb dat en dat en dat. Ja, zegt hij, die namen kennen we niet. Even koekelen. Dan moest je koekelen. Oh ja, dat zit erin. En de andere, oh ja, dat zit erin. Ja, zegt hij, sorry, wij hebben het allemaal op stoffennaam en niet op merknaam. Ja, ja. Er moet nog zoveel aan geschoold worden. Ja. En mensen die constructief een bijdrage kunnen leveren om een land op te bouwen, die mogen hier niet een asielvergunning krijgen. Nee. Die moeten hier bijscholing krijgen, onderdak krijgen, een zak met geld krijgen en daarna moeten ze teruggestuurd worden zodra het kan. Ja. Met, als het kan, voldoende begeleiding, zodat die arts daar weer zijn medische praktijk kan opzetten. Ja. Dat zijn artsenkamer is vernield. Geef hem nou de middelen dat hij zijn beroep daar kan uitoefenen. Begeleid dat daarin. Ja. Maar ga niet zeggen, oké, welkom, we kunnen je goed gebruiken, want dat is gewoon niet waar. Ja, ja. Ik ga even terug aan die 4 miljard. Ja, fascinerend, hè? Ja, 4 miljard Afrikanen. Hmm. Over een dikke 80 jaar. Nou ja, goed, laten we even wat. Nou goed, laten we dat even aannemen. Hè. Want je kan natuurlijk zeggen van, ja, die voorspellingen die komen nooit uit. Hè. Maar het kan al veel erger worden, het kan ook veel minder worden. Je kan er maar beter rekening mee gaan houden dat het scenario is. Ja. Als we nou kijken naar hoe Afrika nu is. Het is nu iets meer dan 1 miljard, dus het is behoorlijk meer dan 1 miljard, geloof ik. Maar goed, je verviervoudigt dat op dit moment, een aantal mensen. Hoe zou de situatie er dan nu uitzien? Er is geen ontkomen aan. De mensen zullen. Juriaan van der Akker die heeft toen een boekje geschreven, hoogleraar in Nijmegen, die schat dat er 90 tot 100 miljoen Afrikanen naar het noorden zullen trekken over de komende 15 jaar. Ja, dus dat is een van de eerste gevolgen die je kunt zien. Ja.
Leegloop. Nu al, hè? Leegloop. Nu al, ja. Je vertrekt. Ja. We hoeven niet verbaasd te zijn. Wat gebeurde toen de grenzen met Polen opengingen? Ja. Ik bedoel, hebben we onze oogjes dicht? Ja, ja. Zien we dat er geen Poolse medewerkers en masse naar Nederland gekomen zijn en daar met 12 man in een huis gingen wonen om de kosten te drukken? De voorspelling was dat zou bijna niks zijn. En iedereen was aan het buinhazen en dan gaat al het geld terug naar Polen. Ik bedoel, hebben we niks geleerd? Doen wij alsof, ja, maar Afrika is ver weg, dat zal nooit gebeuren. Wat is het voor een nonsens? Ja, ja. Ja, als je dat in Polen ziet gebeuren en ook in Hongarije, waarom zou dat niet kunnen gebeuren in Afrika? Ja. Dus wij moeten allereerst leren. En dat waren dan nog mensen waar we nog wat aan hadden. Ja, knalharde werkers en we wisten absoluut waar je aan toe was. Ja. Maar, nou ja, ook mijn vriend is architect in Berlijn en die had ook heel veel Poolse medewerkers. Maar je moest ook uitkijken dat de huizen dan niet scheef gaan staan. Ja. Dus onder voorbehoud. Ja, ja, ja. Je moet wel een oogje erop houden. Maar nu krijgen wij de eerste mensen die gaan lopen, zijn de mensen die nog kunnen lopen. Mm-hmm. Ja, en die een klein beetje geld hebben om de smokkelaars te betalen voor de overtocht. En daarna strijken ze uitgeput daar neer. Ja. De eerste mensen die gaan lopen zijn de mensen die het geld hebben. Die hun kinderen vooruit sturen en daarna navliegen. Ja. Ja, en zeggen, ik ga ergens dan. Ja. Wat er gebeurt is jammer genoeg dat we een leegloop zien van intelligentsia in die landen. Dat als eerste. Ja, want mensen die doodgaan van de honger, die migreren niet. Dus, die hebben geen cent om te migreren. Nee, die ook de energie niet meer. Die, dat zie je toch ook bij de vluchtelingen in Syrië. Er zitten 2 miljoen in Turkije, 2 miljoen in Libanon en 2 miljoen in Jordanië. Ik heb het ook gezien uit onderzoek, daar zie je ook aan dat op het moment, je noemt net al die urbanisatie. De urbanisatie is de eerste fase van de migratie. Als mensen eenmaal uit het platteland naar de stad gaan, zijn ze als het ware onderweg. Ja. En in dat proces zijn ze al een beetje losgezongen van hun omgeving. Ja. En dan wordt die stap minder groot. Ja, en in die stad is er wel wat te roven, te stelen of wellicht af en toe wat te verdienen. Nou, dat gaat in de sok. Ja. En dan heb je net wat genoeg centen om Europa te halen. Ja. En daarna zie je wel weer. Mind you, ook een enorme hoeveelheid migranten. En dat wordt in de tellingen nauwelijks rekening mee gehouden. Bijna helemaal niet. En Frontex heeft dat heel goed becijferd. Mm-hmm. Dat ongeveer 1% van een 121 miljoen mensen die per vliegtuig uit, zeg maar, dit soort gebieden komen. En dat is niet alleen Afrika, dat is ook Pakistan, Afghanistan enzovoort. Keren niet terug. Nee. He, dus die komen binnen met 3 maanden toeristenvisa. Ja. En die gaan niet terug. Klopt, dat is de grootste groep. Ja. Dat is wel 1,2 miljoen. Ik heb ze nergens gehoord. Nee. En nu zeggen ze van, ja, maar... En nu is ze, ik zeg een beetje ze tegen de EU en ze tegen de regering. Mm-hmm. Jullie, zeg maar. Mm-hmm. Nu wordt er gezegd, ja, maar we weten precies wel zo ongeveer hoeveel niet geregistreerde migranten rondlopen. Nou, doe er meteen even 1,2 miljoen bij. Ja. Ja, dan heb je het getal. En niemand weet waar ze zijn. Nee. Maar ze zijn ergens. Nee. Dus vandaar dat natuurlijk het afgeven van de visum is ook veel strenger geworden. Ja. En mensen in Nigeria kunnen echt, en dan moet iedereen garant staan naar dat bezoekersland waar ze heen gaan. Ja. Kunnen alleen maar dan een visum krijgen en dan moet je ervoor betalen als gast. Dus ik denk dat wat we op ons afkrijgen is noodzakelijk om een paar scenario's neer te leggen. Mm-hmm. Ik zou zeggen, Europese Unie, Nederlandse regering, begin met een worst case scenario. Mm-hmm. Wat gebeurt er als er gewoon in het jaar, we zitten nu 2017, laten we zeggen 2030. Wat gebeurt er dan als we 50 miljoen Afrikanen binnenkrijgen? Nou, maak maar je worst case scenario. Wat gebeurt er met onze ziekenhuizen, met de infrastructuur, met de treinen, met de werkgelegenheid, met de scholing, de huizen, het grond, de criminalisatie. Maak maar dat worst case scenario. Maar niemand die dat aandurft, want die zegt, oh, dat zal wel niet gebeuren. Nou, het gaat gebeuren. Ja. Ja? Ja. Dan heb je natuurlijk verschillende scenario's die erin gemaakt worden. En dan is de grote vraag of de EU nog het mandaat mag hebben van alle lidstaten om te bepalen hoeveel
vluchtelingen een bepaalde staat moet opnemen. Ja. Ik denk dat de EU gewoon nu moet stoppen met baas spelen in andere culturen en gewoon een kamer van koophandel moet worden. Het lukt dus gewoon al niet. Hè? Dus heel veel Europese landen zeggen gewoon, we doen gewoon niet mee. En wat had je gedacht? Hongarije en Polen zeggen van, het is nul. Ja. Nederland zegt ergens over, moet je horen, mooi Nederlands excuus, we hebben de grond niet. Ja. Ik vind Nederland altijd zo fantastisch. Ze willen niet, maar politiek kan je dat niet echt zeggen. Ja. Dus dan hebben we hebben de grond niet. Ja. Prima. We zeggen niet, we gaan nog even 100 hectare inpolderen. Nee, we hebben de grond niet. Ja. Dus Joost, ik denk dat we een vervelende periode tegemoet gaan. Mm-hmm. En ik heb geen flauw idee hoe het op te lossen. Behalve dan wat ik ook in het eerdere interview zei. Breng nou eens de... zorg ervoor dat de mensen niet voor hun land op de vlucht hoeven te gaan. Ja. Als laatste restmiddel. Laat ze niet vluchten. Zorg ervoor dat er, wat ik eerder al zei, elektriciteit, energie, infrastructuur komt. Een bedrijf dat hier in Europa wil uitbreiden met, laten we zeggen, een schoenenfabriek. Laat ze dat dan ergens anders neerzetten. In Benin of Ghana of zo. Mm-hmm. Doe daar de scholing naartoe. En ga dat niet doen als de oude ontwikkelingshulp, waarbij je 90% in je eigen zak stopte, waarbij misschien 10% terecht kwam bij de bevolking waarvoor die hulp bestemd was. Ja. Wees niet zo greedy, maar doe dat dan ook echt. Mm-hmm. En als je dat niet doet, dan vrees ik dat wij op de blaren zitten. Ja. Ja, dus er moet eigenlijk een soort van middenklasse ontwikkeld worden in die landen. Ja. Er moet een soort know-how ontwikkeld worden. Kennisoverdracht, middenklasse. Maar moet je eigenlijk niet voor een deel, want dat klinkt natuurlijk ook van politiek incorrect, moet je die regering op een gegeven moment niet een beetje gaan gijzelen? Gewoon? Liefst wel. Want ze zijn allemaal corrupt. Ja. En allemaal is weer generaliseren, want er zitten goede mensen tussen. Maar laat ik zeggen, de top van die regeringen zijn gewoon corrupt. Ja. Dus je hebt eigenlijk een soort van verlicht kolonialisme nodig om de boel weer op gang te brengen. Ja, ik vind dat een leuk woord. Nog niet eerder aan gedacht. Wel verlicht, want je weet, kolonialisme is gewoon een ongelooflijk beladen woord. Ja. Doet me meteen bedenken aan slavernij en dat soort dingen. Maar als wij op intellectueel gebied, op infrastructurele kennis, op het maken van economieën, havens, stedenontwikkeling, urbanisatie, kritische infrastructuur. Als wij daar nou zo'n grote voorsprong op hebben. En je kijkt naar landen die heel erg snel groeien. Die een bedreiging voor dat Europa kan worden. Die dat niet heeft. Ja, dan heb je bijna geen andere keuze dan zeggen van, ik kopieer dat model. Ja. Ik breng het erheen. We proberen dat gewoon in democratie groter te laten groeien. Mm-hmm. Tegelijkertijd proberen we bij de stammen geloven van dat vrouwen zoveel kinderen moeten hebben. Mm-hmm. Misschien moeten we ook het feminisme daar meer aan op aanspreken. Ja, wat al op zich moeilijk is in de mannencultuur. Mm-hmm. Misschien moeten we eens als laatste redmiddel, voordat de hele boel explodeert, misschien moeten we die inspanning doen. En daarna, zodra het loopt, ook een beetje weggaan. Ja. Maar dat betekent ook dat bedrijven bereid moeten zijn om daar goederen te produceren. Ja. En als je ziet naar die bevolkingsgroeicijfers, dat komt toch mooi uit. In Europa komen er wat mensen meer, minder. Dus je laat, dat betekent, daar is Christine Lagarde natuurlijk bang voor, die zegt, ja, maar we hebben minder arbeidskrachten, dan gaat onze economie aan de slop. Nou, breng die bedrijven daar maar heen. Ja, tuurlijk. En doe het op een nette manier. Ja. Ja, en die 24 miljoen werklozen die we hier hebben, nou, die kunnen we nog wel goed opleiden en zorgen dat ze in zo'n Europese economie terechtkomen. Ja. De vraag is gewoon of deze visie gedragen zal worden door de leiders van de Europese Unie, de Junckers en de Tusk. Ja. Want ik vrees dat meer de Europese Unie geïnteresseerd is in het creëren en het behouden van macht dan in het delen van macht. Want wat je doet, is je deelt je welvaart. Ja. Dit is pas echt een Eur-Afrika avontuur. Ja. Dit is echt, jongens, we gaan daar
ook producten bouwen. We kunnen later dan beter met elkaar handel drijven. Het gaat bij ons dan goed, het gaat bij jullie goed. Dit is pas echt wat je noemt economische duurzame ontwikkeling. Niet door iemand hier te voeden, te kleden, een maandelijks 2000 of 2500 euro te geven. Ja, en te zeggen, oh wat ben je toch een schat van een bijdrage aan de economie. Want je bent geen bijdrage aan de Europese economie, voor de West-Europese, en je bent geen bijdrage aan je eigen economie. Ja, ja. Dus ergens doen we dat gigantisch fout. Ja, wat doet China daar nou eigenlijk? Want daar hoor je natuurlijk veel over. China is alleen maar achter de grondstof aan. Ja, maar ze liggen ook, ik zag laatst ook, ik volg altijd het officiële Chinese nieuws, hè, propaganda natuurlijk. Ja, ja. Maar dan zie ik ook allemaal filmpjes van, we hebben nu weer een trein, station aangelegd, trein aangelegd. In ruil voor zoveel miljoen ton aan kobalt, mangaan, ijzererts, noem maar het op. Ja. China is er alleen maar voor de grondstoffen. Ja. En als ze melken een koe en als die geen melk meer geeft, dan lopen ze weg. Ja. En dan geven ze cadeautjes af, als een haven. Een voorbeeld te geven. Ik zit in Zuid-Afrika in het gebied 150 kilometer boven Kaapstad. Dat heet Saldanha. Mm-hmm. De Chinezen hebben gezegd tegen de regering, en dat was een x aantal jaren geleden, van hoor eens, we gaan daar een grote haven neerzetten. Mm-hmm. We willen 40.000 Chinese arbeiders hierheen al, 40.000. Hier is een blanco cheque, je mag zelf het bedrag invullen wat je wil hebben. Hmm. Zeg het maar. Hmm. En toen hebben ze gezegd, nee. 40.000 expats, arbeiders uit jullie land, willen we niet hebben. Nee. Jullie moeten onze mensen nemen. En niet jouw mensen nemen. Toen is de deal niet doorgegaan. Nee. Want de Chinezen snappen ook wel donders goed als ze dat gaan financieren en opzetten, dan kan dat alleen maar in het Chinese tempo. Dat lukt niet in een ander tempo. Ja, ja. Want daar dat vergeten niet alleen tempo, maar een hele andere werkcultuur. Andere werkcultuur. Vergeet niet dat als... waarom gaan de scheepswerven in Nigeria, die paar die er waren, waarom hebben ze het moeilijk of gaan ze failliet? Om de simpele reden dat een werknemer, een lasser daar, 30% meer tijd nodig heeft om zijn job te doen dan een lasser in Europa. Ja, dat is het verschil. Ja. Dus aan het eind van de rit is de klant 30% duurder uit. Ja. Je kan wel je vak goed beheersen, maar kan je het ook nog in een bepaald tempo doen. Ja. Dus dat komt er nog een keer bovenop. En dat is je algehele werkcultuur. Ja. Dus ik denk al die problemen bij elkaar, wat de Chinezen daar doen, dat is gewoon het land leeg melken en weglopen. Ja. Dat maar is wat wij eigenlijk ook doen, toch? In feite doen wij hetzelfde. Precies hetzelfde. Alleen wij beweerden dat er nog een laagje van westerse civilisatie die Chinezen hebben weinig pretenties. Behalve of ze een filmpje laten zien door een station aangelegd. Ja. Ja, natuurlijk. Maar goed, Nederland geeft ook wel wat weg als ze er genoeg voor terugkrijgen. Ieder land doet dat. Ja. Ja, en als je maar heel veel terugkrijgt, ben je ook bereid om heel veel te geven. Ja. Dus daar moeten we een beetje doorheen kijken. Dat geopolitieke spel, dat is voortdurend aan de gang. Ja. We moeten nu even fundamenteel kijken hoe we bevolkingen, gewoon de man in de straat, hoe bevolkingen op een gelijkwaardige manier carrière kunnen maken, gezinsplanning kunnen doen, in vrede kunnen leven, een boterham kunnen eten, zonder dat je elkaar vreselijk tot last bent. Ja. En wat je krijgt is dat het ene continent ongelooflijk veel problemen gaat geven voor het andere continent, en dat je uiteindelijk twee verliezers hebt en geen winnaar. Ja. Dus dat moeten we goed realiseren, dat we alleen bezig zijn met het creëren van verliezers en niet met winnaars. Ja. Nou, dat vraagt om een nieuw politiek denken. Ja, en dat is één ding. En hoe gaan we er voor elkaar krijgen dat die mensen gewoon wordt verboden om hierheen te komen? Want daar, dat is natuurlijk ook... Kijk, in Australië zeggen ze eigenlijk vrij simpel van... bootje hier, bootje wordt teruggesleept, komt gewoon niet aan. Ik heb in en dat hoef je maar een paar keer te doen en dan wordt het een vrij zinloze operatie. Ik heb het in de haven van Darwin gezien dat de vluchtelingenboten binnenkwamen. Die worden op een lokale plek gezet, de mensen gaan naar een hotel. Ja. Bootje wordt verbrand, ze worden teruggestuurd. Maakt hen niet uit of er politieke vluchtelingen bij zitten. Nee. Het maakt er niet uit of ze doodgeschoten worden. Gaat hup, weg, klaar. Ja. Ja. En niemand praat erover. Ja. Ik denk dat wij nog steeds een soort gevoel hebben van we moeten vooral onze medemensen helpen die in nood zijn.
En dan hebben wij 25 of 30 schepen van NGO's voor de kust van Libië liggen. Die varen het liefst nog het strand op, want daar worden ze opgepikt. Ja. Ja. En die zeggen, we moeten mensen redden. Jongens, ga alsjeblieft naar huis. Het gaat niet om het redden van mensen, nee. Je maakt het probleem erger. Ja. Je moet zorgen dat ze niet vertrekken. En als ze niet vertrekken, kunnen ze ook niet verdrinken. Nee. Dus wat je moet doen, je moet achter die stranden, en dat is tussen Tripoli en Tunesië, je moet achter die gebieden, moet je gewoon kampen hebben dat ze weer teruggestuurd kunnen worden. Ja, ja, maar dat hoop je dat ze teruggaan. Je weet ook niet of ze halverwege weer ergens anders heen gaan. En wat mij verwondert is dat men het netwerk van de smokkelaars niet heeft kunnen oppakken. Nee. Terwijl een groot deel van ISIS of Daesh hierachter zit, want het is een deel van hun inkomen. Ja. En dat verwondert me heel erg. Ja. Neem bijvoorbeeld, ze vertrekken altijd tussen Tripoli en Tunesië op een strand dat niet langer is dan zeg 50 kilometer. Nou, ga me nou niet vertellen, als dat al jaren gebeurt, ja, en je stopt 100 man in zo'n lek rubberbootje, met de mededeling over de marifoon. Ja, er komt weer een aan hoor, hij is daar en daar. Ja, ik zie hem, ja, ik pik hem op. Ja. Hoe is het mogelijk dat dit niet gestopt kan worden? Ja. Je hoeft alleen maar met een jeep heen en weer te rijden, een paar jeeps, en het houdt op. Ja. Ja, en je rekent meteen de smokkelaars in. Ja. En niemand vertrekt. Nee. Dus dit is zo'n transparante en flagrante schending. Ja. Van iedere zogenaamde overeenkomst die gemaakt wordt met Libië. Want kijk, wat is binnengekomen? 10.000 man in de afgelopen 2 weken. Ja, en wat voor geld je er ook stort. Het werkt niet. Nee. En dat wordt eens tijd dat we dat gaan realiseren. Dat we bezig zijn om elkaar te beduvelen. Ja. En de Europese Unie weet dat. En de Nederlandse regering weet dat. Maar goed, dan moet ik eerst ISIS verslagen worden daar. Ja, dat betekent dat Amerika en Engeland moeten stoppen met het sturen van wapens naar Saoedi-Arabië. Mm-hmm. Noam Chomsky zei het heel duidelijk. Iedere oorlog in de wereld is binnen een maand afgelopen als je gewoon niet de wapens erheen stuurt. Ja. Want denk nou niet dat die mensen van ISIS of Daesh of hoe je ze maar ook mag noemen, dat die hun eigen wapenfabrieken hebben, behalve dan het maken van een gasfles die afgeschoten wordt met een gifgas. Maar die hebben geen wapenfabriek, Toyota levert en, en wie dan ook. Gloednieuwe pick-ups, zei je daar. Ja, ik vind het waanzinnig hoeveel pick-ups ze daar van die hebben. Rij. En denk ik, Toyota, hoe komt het dat jij geen verbod krijgt om die mensen die Toyota's te leveren? Ja. Ja, maar dat is weer de grote handel. Dat zijn de mensen in de achterkamers die regelen dat het zo gebeurt. Ja, ja. Iedere oorlog is te stoppen als wij maar zouden willen. Mm-hmm. Ja, als het Westen maar wil. Ja. Ja, en dan zijn er geen vluchtelingen meer op het strand. En die er zijn, zijn pure economische vluchtelingen. En, en dat zal je zien komen. Die gewoon teruggestuurd worden naar de plek waar ze vandaan komen. En daar moeten ze ter plekke moeten ze geholpen worden om een duurzaam bestaan op te zetten. Ja. Dan doen we het goed. Ja. Dan zijn we echt bezig met duurzame ontwikkeling. Ja. En mij maakt het niet uit of dat 50 miljard of 100 miljard of 200 miljard euro kost. Mm-hmm. Je hebt een ECB-bank, laat die maar even gezellig bijdrukken. Dan heb je genoeg briefjes, dan ben je klaar. Heb jij in Afrika op een gegeven moment gezien van, Zuid-Afrika lijkt me een apart verhaal, maar bijvoorbeeld in Nigeria, van dat is het soort mensen dat gaat migreren en dat is het soort mensen wat hier blijft? Ja, toen ik daar werkte, heb ik daar openlijk met de mensen over gesproken. Ja, ja, natuurlijk. Maar wat was de soort? Is dat een ander soort mensen die dat dan doen? Of? Meestal mensen die van het platteland komen, die geen opleiding hebben, die naar de stad gegaan, naar de grote stad gegaan zijn als gelukzoeker, in de hoop voor de vrouwen een rijke man te hebben, de mannen om misschien ergens een baan te krijgen of wat dan ook. Ja. Nooit beseffende hoe die grote stad eruit ziet. Nee. Hoe breed een stad kan zijn dat je, als je geen geld hebt, dat je ook werkelijk niks krijgt. Ja, ja. Je kan niet ergens aanschuiven, de deur gaat dicht. Dus die mensen die komen van de regen letterlijk in de drup, die kunnen alleen nog maar mompelen, oké, wat is dan mijn uitweg? Ja. Vaak is men te trots om terug te gaan naar de plek waar ze vandaan komen. Want dan weten ze, dan moeten ze met de handen in de aarde broeten en dat soort dingen doen. Dan moeten ze gaan boeren en dan zeggen ze, ja, maar daar heb ik geen toekomst. Ja. Dus ik ga naar het noorden toe. Ja. En dat zijn voornamelijk de jongen, dat zien we ook. Zo de mensen tussen... Mannen vaak, hè? Ja, vaak mannen, maar laten we zeggen tussen de 18 en de 28. Ja. Dat is ongeveer de leeftijd. Dat zijn ook de mensen die we hier zien komen. Ja. En ze zijn slim genoeg om te zeggen dat ze 17 zijn natuurlijk en dat soort dingen meer. En wij geloven dat ook allemaal.
Maar het is het merendeel van de mannen. Ja. Ja, en dan heb je een klein contingent aan vrouwen, maar het zijn meestal de mannen die wegtrekken. Ja. Ja. Mannen hebben ook vaak het ideaal dat ze... Er speelt nog een andere rol bij. Dat is de blonde vrouw. Het klinkt mm-hmm. misschien vreemd. Maar voor een man in die contraille mm-hmm. is het hebben van een blonde vrouw een... Dat is een soort BNB of... Ja, dat is een BNB. Dat is waanzinnig. Mm-hmm. Ja. Een blonde vrouw. Ja. Dus dat komt er nog een keer als een fantasie. Okay. En morgane komt er bovenop. Vrouwen zijn veel cooler in beredenering. Die zeggen gewoon, ik wil twee kinderen hebben. Nou, als die het kan doen, oké. Ja, ja. Ik ben een trouwe vrouw voor je. Geef me twee kinderen en dan ben je van mij af. Ja. Je geeft me zoveel huishoudgeld en dan ben ik prima uit de voeten. Ja. Dus die is er wat simpeler in. Okay. Behalve dan die categorie die erheen gaat en dan in de prostitutie in Italië terechtkomt en dat soort dingen meer. Maar de mannen, die volgens mij geloof ik echt, als ik dat ook zo vraag en zie... dat blonde vrouw een heel aantrekkelijk schepsel is. Nou ja, mooi. Eigenlijk niet mooi, maar het verklaart ook veel, want ik ga het nu afsluiten, dat er ook heel veel irrationele factoren bij spelen. Hè? Dus het is niet alleen maar van dat mensen een berekening maken van ik word daar beter. Het is ook dat mensen, zeker op die leeftijd, natuurlijk ook een idee hebben wat ook vaak de reden was waarom Nederlanders ooit naar Amerika gingen. Dat was helemaal niet vanuit... Dat was ook een soort avontuur, iets nieuws. En in dit geval ook een raar beeld van de liefde of seksualiteit. Je bent jong, je wil wat. En ik zag dat ook in Papa Eten. Dat is dan even in Oceanië. Ja. Toen de Fransen daar waren met hun ondergrondse of hun onderzeese kernproeven. Ja. Waren er enorme installaties. Het geld was er vloeien. Moest gebouwd worden. Dus je zag heel veel mensen, 100.000 van de omringende eilanden. Die allemaal naar die goudzoekerstad Papa Eten gingen. Ja. Maar 90.000 belanden in de Bidon Fields, in de achterwijk, in de achterbuurten, zonder te eten, te drinken enzovoort. Ja. Dus het is typisch dat gras daar, dat er zoveel groen. Ja, natuurlijk. Ik wil daarheen. Ja, voor goud zoeken in Californië. Als jij nou 25 bent en je bent in een gebied waarvan je denkt van ja, wat moet ik hier? Ja. Dan ga je toch ook je rugzak op en als je wat centjes hebt, ga je toch ook heen? Ja. Ja, iedereen zou dat doen, dus je kan het ze echt niet kwalijk nemen. Nee. Integendeel, ik kan het heel erg goed begrijpen. Ja, en dat maakt het alleen maar schrijnend. Ja, precies. En dat maakt je meer doen beseffen van de werkelijkheid. Ja. Ik heb het niet over die NGO's die dan zeggen, oh, tranen, kijk wat er gebeurt. Prima, we weten allemaal dat Afrikaners niet kunnen zwemmen, dus alsjeblieft maak je daar. Maar dat is een reden te meer om te zorgen dat ze niet vertrekken. En dat kan binnen een week opgelost zijn. Oké, Peter. Nou, hartstikke dank voor dit gesprek. Leuk, Joost. Dank je wel. Doeg. Heel fijn. Ja. En dank voor de Café Welsmatch ook. Oké. Heerlijk. Oké.